is eigenlijk van iedereen. Een van de belangrijkste dingen in het leven is dat je creatief bent met elkaar en dat je met elkaar omgaat. Ze zeggen wel eens, de staat van de cultuur geeft ook de staat van het land aan. Iedereen is met kunst bezig. Of het nou een mooi boek is, of dat je nou muzieklessen gaat, al is het de blokfluit spelen, of dat je van toneel houdt of van een mooie schilderij. Kunst is van ons allemaal. Over kinderen gesproken, de cultuurkaart wordt ook afgeschaft. Ja. Is dat wat dan gezegd? Dat betekent 15 euro per kind per jaar op de basisschool. Wat betekent dat dan voor de ontwikkeling van een kind als dat wegvalt? Nou, dat ze dus gewoon minder of niet in aanraking komen met kunst en cultuur. En dat is gewoon dramatisch voor de ontwikkeling van kinderen. Je moet breed ontwikkeld zijn. Dus ook op het gebied van muziek, van lezen, van toneel, van boeken. Als we dat allemaal weghalen, dan verarmen zo onze maatschappij. Dat is een aanslag op onze staat.